Yo, beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Het Stisse en Jisse. Nou, daar zijn we dan eindelijk weer terug, want het heeft even geduurd, want we zijn heel erg lang bezig geweest van hoe gaan we ons YouTube-kanaal weer aanpakken. Oh. Ja, maar het hangt een beetje voor mij. Nou, vandaag gaan we weer een upgrade maken voor ons, voor mijn survival huisje. Ik bouw hem. Nou, en dit is dan de opslag die we gaan maken. Nou, klein, maar... Kleine kamertje. Dat is wat kleiner dan het huis. Maar gezapt kisten om... dan er nog even leuk de spulletjes in te plaatsen. Oh. Huh. Maar het hangt zo erg dat ik niet kan vliegen. Damn. Nou... Oké, dit is dan het survival huisje waar we het op gaan doen. Pakken we eerst even de spullen. En de benodigdheden zijn eikenhouten planken. Glas. Nee, niet bij redstone. Fakkel. Ja, natuurlijk. Een kist. Lijkt me wel logisch voor een opslag. En een ladder. Volgens mij is dat dan genoeg. Nou, gaan we het huis in. Nou, het is lekker weer dus. Ik hou de deur lekker open. Dan halen we deze fakkel weg. En dan maak ik hier zo een gat in. Zodat de trap daar doorheen kan. En dan lopen we naar boven. Zo, we moeten niet afvallen. Dan gaan we allemaal naar boven. Kijken of we nou wel kan vliegen. Nou, rot Minecraft, ik kan niet vliegen. Als ik hier vanaf val, oh man. Dan ga ik echt balen. Oké, nou, je zag al bij daar, dat hier zo, dus open laten. Oh, niet te snel, anders donder ik er weer af. Nou, weer. Ja, ik had het tijdens het ontwerpen. Reken er maar op. Dat is niet zo fijn. Want op dat moment hing Minecraft ook de hele tijd vast. Oh, daar ben je ook niet blij mee als je dan wilt. Oké, dat is gedaan. Oké, even snel stiekem spieken. Ah, dat krijg je dus bij het andere huis in. Maar dan laat het vast. Nou, dan spring ik hier al bovenop. En dan... Hier al? Ja. Zit hier dus twee tussen. Hier zo. Met ramen. Kozijn of zo. Niet heel technisch op het gebied van huizen. Maar dat maakt niet zo goed uit. Zo. Nou, één kant is alweer bijna klaar. Het gaat lekker vlug. Dus. Daar hou ik wel van. Oké, dan plaatsen we hierheen en daarheen. Zo. En zo. Volgens mij heb ik laatst een programmaatje gedownload. Ja, ik weet niet meer welke, maar daar had ik dus. Die was dus schijnbaar vrij groot. Dus wat Minecraft dit keer een beetje vast. Ik zal even kijken wat er aan de hand is. En dan hopelijk kan, hoe heet het, Jisse of misschien ikke. Maar ik weet niet, we afspreken nog met Jisse wie de volgende video opneemt. Kan dus, we kijken of Minecraft weer dan wat sneller is. Een programmaatje eraf van of zo. Of wat andere nutteloze. Programmatjes. Nou, even weer waar. Tori, begint te regenen. Goh. Lang leven we toch al downfall. Zo, nou, even weer terug. We begonnen plots te regenen. Waar waren we ook alweer? Waar was ik nou over aan het praten? Oké, nou, ik ben ook zo vergeetachtig iemand op het gebied van
dingen onthouden wat ik, waar ik het over had. En dat is echt zo. Oh ja, shit, ik moet. Ik vind het fijner om te vliegen om een dak te plaatsen. Wacht, is nou. Nee! Hij had veel te veel moeite. Dan neemt ook weer heel veel tijd in. Dat maakt het niet leuker op. Dus ga ik maar even zo. Een soort eigenlijk van survivalend een dak maken. Ja, het heet niks van ik. Een survival huis. Je eigenlijk. Hoor. Zo. Zo, dat is dan weer gedaan, het dak. En dan gaan we nu die fakkels plaatsen. Zo. Oh, nou even makkelijk elke wand een fakkeltje. Hoe meer fakkels, ja, ik vind ze gezellig. En des te kleiner de kans hoe mops. Dat mops ervoor zijn komen. Ik hou nou niet zoveel mops. Behalve dat ze dan veel leuks vinden opleveren. Ja, we doen zo meteen even misschien wat in de kisten. Dan heb je ook meteen weer niks met kisten. Zo. Nou, ik plaats de kisten dus zo, maar voel je vrij om je eigen kisten op te zetten toen. Nou, oké. Okay. Ik hoef van mijn spullen. Zo. Dus we hebben lekker allemaal in de kist. Allemaal spullen. Want we zijn toch klaar. Oh ja. Even die ladder nog, want kijk. Sommigen vinden het moeilijk, zoals mijn hele kleine broertje. Die speelt ook al Minecraft Pocket Edition. Die vinden het moeilijk om trap te lopen, want die gaan dan bovenop de trap staan. Voor degenen die het fijn vinden, plaats je hier een trap. Dat is namelijk wat makkelijker. Maar ik heb daar geen moeite meer mee. Ik heb daar dus geen moeite meer mee. Ja, ik zei het goed. Ik let nog vrij erg veel metaal. Sorry. Maar ik doe het gewoon zo. Nou, zo. Kijk, hier. Dat probleem heb ik met mijn broertje. Dus, nou. Maar dat hij dat probleem heeft. We hebben wel meer. En, dat was het al. Nou, dat ging dus vrij snel. Ik zit nog een beetje te proberen hoe. Hoe de fuck moet ik dus nog vliegen? Nou, laat maar. Ik ga afsluiten. Nou, dit was dan weer een nieuwe aflevering van It's This and Jesse. En tot de volgende keer. Ik zou zeggen, doei!